En dit is Mel. En dit is Jeroen. En we hebben net met heel veel moeite. We zijn even ingeruild. We gaan morgen dolfijnen zien. Nee, vandaag. Nee, jullie. Kijk, we zijn ingeruild. Jeroen, Remco en Emiel. Dit is Emiel en dat is Remco die daar niet zit. Die gaan nu naar de boot en Mel en ik gaan naar Kavels. Hier is even een shout-out. Wat? Ik ben de enige die geen shout-out krijgt. Nee, jij blijft toch? Ja, maar je weet echt niks. En we hebben hier nu ontbijt besteld. Dus wij gaan lekker ontbijten. Ja, man. Je mag nu 70. We rijden misschien 110. Maar dat maakt helemaal niet uit. Hij zegt dat we veilig zijn, dus... En ze hebben hier geen steen op de weg. Het is gewoon een grote kartbaan. Ja, het is een grote. Dit is toch een plaatje? We zijn zo blij, het is zo mooi. In room tour. Maar ja, maar boeien, we hebben ruimte zat. Ja. Oké. Okay. Nou, dan komt hier onze gang. En hier dan hebben we onze keuken met tafeltje. Op zich hetzelfde is voor voor. Maar, it depends, waar we dus achter gekomen. We hebben twee slaapkamers. Nee, dat hebben we bijgeboekt, hè? En we hebben een slaapkamer met een tering, geloof ik, kom. Huh? Kijk, dit is dus een bed en dat is een bed. Dan heb je hier het balkon. Oh, dat is wel echt groot. Ja, maar we hebben er twee. Want die andere kamer heeft dus ook... Ook een balkon, ja. Hier nog een kast. Okay. Oh, best veel kastruimte. Mykonos. Santorini. Ja, is dat niet Mykonos? En hier hebben we dus... En dan hebben we hier nog een kamer. Nog een kamer. Met. En hier doen we gewoon alle kleding en zo. En in die andere gaan we slapen. Met nog een balkon. Maar deze kan je wel open doen nu. Home. Met uitzicht op de zee. Oh my god. Dus. Met de en dan is dus daar ons andere balkon. Ja, die hebben we voor onszelf. Deze is gedeeld. Maar boeien, is toch gezellig? Ja. Wat leuk! Nou, je moet niet meer. Oké, dit is dus zeg maar hoe het bed is ingedeeld. We hadden echt wel een extra kamer nodig, ja. What the fuck? Dan moet je nagaan, hè? Want eigenlijk is dit alleen maar voor één week, want op de boot hebben we vrij weinig aangehad. Ja. Kijk hier juist, Stash. Ik heb helemaal niet zoveel in vergelijking met jou. Hoe heb je dat ooit allemaal in je koffer gekregen? Mijn koffer is 3 keer zo groot. Waar zijn jouw bikinis of zo dan? Oh, hier. Ja. Ik heb een witte BH. Met wel 6 paar schoenen mee. Heb je een witte BH mee? Ja. Zo hoort het meestal. What the fuck. Oké. Mokker. Oh, nu wordt dat wel weer meer hoor. Oké, wij hebben even boodschappen gedaan. Wij hebben 6... flessen water gehaald. We hadden een deal met vodka met Sprite en Malibu met cola. Iced tea green voor lekker. Nutella en lavash kiri. IJskloosje gekregen van die man. We hebben stopbroodje gekocht, vuilniszakken, afwasmiddel voor de bordjes die we gebruiken. 2 zakken chips en we hebben hier gewoon lekker glazen. Bestek, bordjes, bla bla bla.
Dus dat is helemaal mooi. Toch? Ja. Oké, nu maar zwembad. Ik kan het niet meer. Ja, zwemmy. Oké, wij zitten lekker eventjes. We moesten een drankje kopen voor om bij het zwembad te liggen, zeg maar. Dus dat hebben wij even gedaan. En nu gaan we zo meteen even lekker zwemmen. Zo heet. Yes. Wij zijn weer eventjes in het appartementje en wij gaan even lekker slapen, want vannacht hebben wij zo beroerd geslapen. We werden helemaal lek gestoken, we hebben allemaal muggen gedood. Dus dat is wat wij nu gaan doen. Het is nu ongeveer 4 uur net geweest. En gaan we daarna lekker douchen en haren wassen, want dat kunnen we ook allemaal heel weinig op de boot. Dus dat is wat wij gaan doen en dan gaan we lekker klaarmaken en dan gaan we lekker uit eten en dan gaan we vanavond uit. Hashtag no oma. Hoi, wij zijn Esther en Jan Willem en wij openen hier bij onze vlog van vandaag. Wij zitten op Paxos en het is hier fantastisch. Kijk even wat er gebeurt. Ja, en we missen onze twee vriendinnen, Melanie en Carlijn, maar zo erg ook niet, hè? Wel, nee. Die zijn weliswaar feest aan het vieren op een eilandje hiernaast. Daar maar zo. Wij vieren hier ons eigen feest, toch? Ja. En eigenlijk is die gewoon veel leuker, dus waarschijnlijk zwem hier even naartoe. Melanie en Carlijn. Hier moet je kijken, wat een mooie baai. $360. Ja. Ja, en dan zijn we weer. En dan zijn we weer. Hierbij eindigen onze vlog. We zien jullie morgen. Doei. Blijf kijken. Blijf kijken. Wij hebben ons klaargemaakt, opgemaakt en ready gemaakt. En wij gaan nu uit eten. Het is 9:50. Dus we houden het schema lekker in. Oh, we gaan nooit op tijd uit eten. Huh? Steve staat. Oh. Huh? Oh. Wow. 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 Dark. Dus dat is wat wij gaan doen. Ja, ik stond in het donker. Dus wij gaan lekker een hapje eten en dan gaan we daarna nog naar de kamer. Dan gaan wij ons vol pompen met drank. En dan gaan wij uit. Dat is de planning. Bye. Ja. Wij hebben wijn besteld. Mel die drinkt wijn, zo leuk. I love it. I love you, baby. I love you too. We zitten best wel leuk, denk je. Maar de Engelsen hier, die eten echt al om 6 uur en die gaan daarna meteen drinken. Dus alle tankjes zijn echt wel leeg. Ja, en het is nu 9:30 geweest of zo. Ja, ik denk bijna 10. Ja, dus wij doen het rustig aan. Wij beginnen met de wijn en dan hebben we vanavond nog lekker drinks. Het is nu 9:45. Ja. Voordat we het hebben is 10:00. Dus ja. Wij beginnen om 11:00 met drinken. Ik ga het even proberen. Yummy. We hebben echt hetzelfde ringachtig. Ik heb die mic niet breder. Kijk dan. Yummy, 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 yummy. Carlijn Bakker. Ah, altijd gewoon in haar hoofd om in een restaurant. Een tequila shot te nemen, in haar eentje. Nou, daar gaat ze. Ik hou van tequila, je weet toch. Ja, oké, maar denk je dat... Cheers! Cheers. Was niet vies, schat?
Oh, wel heel scherp. Tequila, natuurlijk is het er. Normaal is hij lekkerder. Zij begonnen met de drankjes. What the fuck? Als ik sta, ziet dat er heel goed uit. Ja, ja. Hij slaat er ook hard. Waarom heb je dat ding op? Ik heb ook een flip. Kijk, hij zit daar achter. Zie je? Nee. Allemaal vleermuizen hier. Kijk weer! Kijk even daar. Blijf daar kijken. Let op. Blijf kijken. Kijk! Je bent echt zo'n Fatima. I don't care. Als hij mijn haar doet, heb ik tenminste geen hondsdolheid. Girl, and that's the issue. Girl, I know I miss you. But I wanna kiss you. But I can't run out some baby. Waarom doe je zo raar? Ik probeer van... Girl, je bent mijn best friend. Alleen jij kan weten wat ik echt denk. Dat was je bezig met wat was je bezig. Met vriendinnen hoeveel ik van je hou. Maar jij verpest het weer door te filmen. Nou, dit is 2 uur, we gaan uit. 2 uur en we gaan uit. Oma's aan de top, het feestje kan niet. Ik ben top. Geen fucking Ik hoor maar geen muziek. Nee, we gaan deze kant op. Oh. Ik ben wel een oma. Je bent geen oma. We zijn allebei geen oma. Je bent nu met mijn Char. Dus je. Het is oma of. Oma of. Oké, we zijn erachter waarom er geen muziek draait. De politie is net langs gekomen. Dus dan doet de muziek gaat uit. En dan is de politie weg. En dan gaat alles weer op. En we kwamen net een soort van oud koppel tegen met een kind. Een jongen en ze hadden allemaal nu... hetzelfde shirt aan. En we zagen dus we gaan nu... hele groep met allemaal dezelfde shirts aan. En het was dus blijkbaar een paint party of zo. We gaan naar Atlantis. Want dat schijnt een te gave club te zijn. Deze weg volgen. En dan naar rechts. En dan naar Atlantis. So that's what we're gonna do. Nee. We're gonna do. De straat, letterlijk alles is gesloten. Politie kwam. Die is nooit meer weggegaan, zeg maar. Dicht. En de politie is denk ik nooit weggegaan. Ze zeggen dat... Als de politie weg dat alles weer open gaat, maar ik schreef niks is open. En alleen Future was open, maar dan zat helemaal vol met mensen, vol met verf. Joh. Goor. Zo gingen we naar buiten. Toen kwamen we 2 Britten tegen, die waren echt super aardig. Dus dan gaan we, morgen hebben zij hun laatste avond. Dus daar gaan we morgen mee meeten. Hoe gaan we daar mee meeten? Ik heb hem op Instagram toegevoegd, dus daar gaan we een berichtje sturen. Oké. Okay. We hebben weer lekker die jongen. Er was 1 zo'n jongen. Er was 1 lieve jongen. Ze waren met z'n 2. 1 lieve jongen. Die heeft zij toegevoegd op Instagram. En 1 jongen die de hele tijd alleen maar aan het spugen was. Elke keer. En ik zei dat ik Carly heette. Heel erg praten met consumptie, weet je wel. Ja, en ik zei dat ik Carly heette. En toen ging hij de hele tijd... Carly. Ik dacht echt, jezus. Stoppen nou. God. Dus nu gaan we lekker naar het appartement. En nu gaan we lekker slapen. Vanmiddels 4 uur zo. Oh, auw. Het is schijnis? Ja, dat zie je niet, zeg maar. Komt geen licht vanaf. Oké, dus wij gaan slapen. Met deze sluiten we de vlog af. Doei, zie jullie morgen. Doei.